Ik sta bij de webwinkel Vokdagen naast Michael Hering, marketingverantwoordelijk bij Copernica. Ik ga hem wat vragen stellen over zijn presentatie en dat ging over de e-mailmarketing. Wat houdt e-mailmarketing in? E-mailmarketing is een vorm van direct marketing waarmee op een gegeven moment webwinkeliers in dit geval vanop de webwinkel Vokdagen heel erg op een heel makkelijke manier, een heel laagdrempelige manier, conversie en resultaten kunnen behalen richting hun klanten. Ze kunnen daarmee ook heel erg gericht communiceren, heel erg persoonlijk, waardoor je ook op veel meer een één-op-één manier van benaderen inzet, in plaats van one-to-many, zoals nu nog veel te vaak wordt toegepast binnen e-mailmarketing. Wat is het belang voor e-mailmarketing voor de webwinkeliers? Wat heel erg belangrijk is voor webwinkeliers om te weten, is dat ze met e-mailmarketing heel erg snel al die resultaten kunnen behalen die ze eigenlijk willen halen uit de webwinkel. Dat kan op een gegeven moment door heel erg, zoals ik al zei, gericht te communiceren. Met behulp van relevante communicatie, dus relevante campagnes die je uitstuurt aan de hand van data en gegevens die zij verzamelen van de klanten uit de webwinkel. En kunt u een paar tips geven voor de webwinkeliers? Zoals ik daar straks in mijn presentatie al toelicht, is op dit moment mobile heel erg een hot topic. Dus wat heel erg belangrijk is voor webwinkeliers, dat ze er zeker rekening mee houden dat als ze e-mailings gaan versturen, dat die ook geoptimaliseerd zijn voor mobiel. Dat kan je doen met responsive design. Dus een bepaalde techniek toepassen waardoor e-mails ook leesbaar zijn. Niet alleen op de desktop, maar ook op mobiele apparaten. En daarnaast is het heel erg belangrijk dat webwinkeliers voor zichzelf duidelijk maken welke data ze gaan verzamelen van de klanten. Dat ze van tevoren duidelijk weten van die gegevens heb ik nodig om op een gegeven moment leuke campagnes op te zetten richting mijn klanten. Dus bijvoorbeeld verlaten winkelwagen e-mailtjes. Dat je e-mails gaat versturen naar klanten die een winkelwagentje hebben achtergelaten om ze alsnog over te halen en die conversie te richten. Want daar valt nog heel veel resultaat uit te halen en dat doen nog vrij weinig webwinkeliers.